Nou, dames en heren, goedenavond. Dit is het nieuws van woensdag 17 juli. En weer een verkeerschaos door een ongeval met een vrachtwagen. Ditmaal op de A12 bij Arnhem. Aan het eind van de middag schaarde een vrachtwagen, kantelde en kwam uiteindelijk overdwars op beide rijrichtingen te liggen. Verslaggever Niels Kater die is daar. Ja, Niels, geen slachtoffers, maar hoe groot is de chaos? Ja, die chaos die is ongelooflijk groot. Je ziet achter mij de vrachtwagen liggen. Die is van de kant vanuit Utrecht over de A12 deze kant op gekomen. De chauffeur is de macht over het stuur kwijtgeraakt. De vrachtwagen is over de vangrail terechtgekomen. En kazen, er liggen overal kazen op de snelweg. Goudse kazen, dat zat er in die vrachtwagen. En het is een enorme chaos. En ja, de A12 is beide kanten bijna volledig afgesloten. Het verkeer kan er nog wel langs over de vluchtstroken. En het ziet eruit dat het nog wel even gaat duren. Ja, voorlopig dus behoorlijke vertraging. Je zegt al, het gaat voorlopig even duren. Heb jij gesproken met de hulpdiensten ter plekke? Hoe lang? Ja, ik heb met Van Amerongen gesproken. Dat is de hulpdienst die de vrachtwagen weg moet slepen. En die zegt het probleem is dat de vrachtwagen eigenlijk over beide stroken ligt. En zoals je ziet, hij is gekanteld. Er ligt allemaal spul uit. Dus het is niet een kwestie van even die vrachtwagen recht overeind tillen en ze kunnen weer verder. Nee, er moet lang worden opgeruimd en het gaat echt nog enkele uren duren. Goed, Niels Kater op de A12 bij Arnhem. Dankjewel. Ja, en voor de ontwikkelingen op die A12 bij Arnhem verwijs ik u graag naar onze site gld.nl.